en de belangrijkste vrouw op set is gearriveerd. Wat een hoogtepunt, Sandra. Ja, 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 ik heb wat meegenomen voor iedereen die aan het belangeloos aan het werk is. Want dat mag ook wel genoemd worden, denk ik. Zeker. En dat is een nou ja, natte citroencake en een lekkere bananencake. Een natte citroencake, dat was net waar ik zin in had. Dus Sandra Hofman, ja. Cateraar, heel goed dat je ze allemaal benoemt. Alle cameramensen, ja. Alle mensen hier van de techniek, van de redactie, van de regie, in de regiewagen. Die allemaal belangloos meewerken en ja. Hier ja, graag een vuist willen maken. En ook jij, ik zei het al een beetje, toch wel de belangrijkste vrouw opzet. Ik heb meerdere beroepen die ik beoefen. En er wordt nergens zo goed en lekker gegeten als op een film of een serie set. Ja. Ja. Hoe kan dat, dat het daar altijd zo goed geregeld is? Waar komt dat vandaan? Ja, dat is met de tijd wel en met de jaren wel gegroeid. Hè. Het is ooit begonnen als gewoon een pannetje in, met de lunch. En dat is uitgegroeid toch wel een hele uitgebreide maaltijd. Ja. Maar ik denk ook wel dat dat komt dat het steeds belangrijker wordt dat je dus goed eet. Ja. Weet je, iedereen die op een set staat, crew en acteurs en cast en noem het allemaal op, die weten, die maken lange dagen. En ja. Dan is het heel belangrijk dat er goed wordt gegeten en goed wordt gedronken. Ja. En daar zorgen wij voor. Nou, fantastisch. Ja. Als presentator zit ik altijd een beetje in de snoeppot te grabbelen die dan op set staat. Maar als actrice dan heb je gewoon een driegangen menu tussen de middag. Ja, en precies. Die wordt mede door jou verzorgd. Ja. Jij, ik las ergens toen jij voor het eerst op een filmset stond, toen wist je dit, hier komt alles samen wat ik leuk vind om te doen. Ja. Wat is dat? Ja, het is, ik heb het nooit gewild. Ik heb nooit, zeg maar, je hebt ook geen opleiding voor. Dat bestaat ook niet. Dus ik werd cateraar en ik ben er per ongeluk ingerold. En dat ging zo hard rollen dat ik uiteindelijk 3 jaar geleden mijn eigen truck, hè, zo noemt dat. Ja. Daar bouw je een hele keuken in. Dan laat je bouwen en dan mag je je ding gaan doen op set. En op set is toch een speciale wereld. Het is een heel apart universum wat we creëren. Ja. We komen aanrijden met materiaalwagens en met dus de cateringwagen. We zetten ons, worden neergezet door de locatiemanager. Ja. En dan ga je je ding doen. En dat gaat elke dag, gebeurt dat weer. Het is een heel apart fenomeen. Het is ook heel lastig om aan mensen uit te leggen die niet het wereldje kennen, hoe dat gaat. Hoe je dag eruit ziet. Ja, en wat je heel vaak van actrices en acteurs hoort, van ja, we vormden een familie en nu moeten we afscheid nemen. Ja. En toen dacht ik vroeger altijd van, nou ja, dat zal wel meevallen. Maar het is daadwerkelijk zo. Ja. En of je nou 5 dagen met elkaar draait of die draait er 32. Je vormt een groep, je vormt een heel hecht team. En iedereen, ja, die doet zijn ding erop. En je wordt dus familie. En vaak is degene die de catering doet, die weet dan ook na een paar dagen, ach, Jan die lust graag een beetje amandelmelk in zijn koffie. Ja. En Harry die wel zijn 2 toetjes. Ja. En dat is ook, dat heeft een beetje dat familiegevoel. Absoluut, toch? Ja. En dat is ook het leuke. We hebben natuurlijk allemaal in deze wereld nu allemaal onze allergieën en dieetwensen. Ja, wat net en, zeggen, is dat eigenlijk nu steeds meer... Ja, absoluut. Maar het is ook geen probleem. Weet je, ik vind als het maar kenbaar wordt gemaakt, kunnen wij filmcateraars kunnen daar gewoon rekening mee houden. En je wil juist iedereen, wil je gewoon verzorgen. Want dat is wat wij doen. He, we brengen een stukje liefde en we brengen een stukje rust ook zo vaak op de set. Ja. We hebben allemaal in onze auto van die heerlijke koffiemachines tegenwoordig. Ja, fantastisch. Ja, dus je komt, iedereen komt langs, de crew en de cast, even om een momentje rust te pakken. Ja. En over de bijtjes en de bloemetjes te praten. En er wordt soms ook uitgehuild in de bus. En er wordt soms geschreeuwd in onze bus. En er wordt vooral veel gelachen op onze bus. Ja. Ja, en daarnaast mogen we doen wat we het allerleukste vinden. Dat is koken. Want die bus, je zei het net al, een paar jaar geleden heb je eigen bus gekocht. Dat is misschien ook wel gelijk de grootste investering. Ja, absoluut. Voor als je in de catering zit, want het is heel belangrijk. Ja. Die bus, dat is een investering geweest. Die jij er waarschijnlijk nog steeds uit moet werken. Ja, dat is zo. En hij staat nu voor de deur. We hebben hem toevallig eergisteren helemaal schoongemaakt. Dus hij staat klaar. Hij is helemaal schoon, van boven en onder. Ik heb hem pas weer naar mijn bouwer in Den Haag gebracht om wat dingen, puntjes op de i te zetten. Ja. Maar we willen weer. Ja, we willen gewoon weer aan de slag. Wat heb jij tot nu toe, waar heb je overal meegewerkt? Misschien even leuk om te weten. Nou, we hebben samen met de bandjes van Sint-Hildekart gedaan. Precies, fantastisch. Ja. Krijg gewoon havermelk en de koffie, dames en heren. Dat was heerlijk. Ja, dus dat was een hele leuke en een spannende productie. Met een uitje ook naar Duitsland. Dus een prachtige Twente. Heel erg mooi. En wat een mooie film is het geworden. Ja. Maak toch even reclame, want hij draait nu weer. Dus ga er vooral heen ook. En ik heb hem heel veel dingen meegedraaid. Ik ben begonnen met draadstaal en jeuk en sluisgitters. Dus dat zijn meer de kleinere producties. Ja. En toen op een gegeven moment is het een beetje meer naar de grotere gegaan. Naar de filmen en de tv-wereld. En ja, het is enig. Het is en voor jou, je had waarschijnlijk ook allemaal dingen in je agenda staan voor de lange termijn. Ja. Is alles uit jouw agenda geveegd? Ja, het is vooral uitgesteld. Het is allemaal naar achter geschoven. En steeds weer 2 weken en weer 2 weken. En ik rij hier net heen. En ik heb net bericht dat we eindelijk
Het zou 9 juni worden, maar het wordt dus 30 juni. En dan gaan we eindelijk De Vriendin van Anne Frank draaien. En daar ben ik echt heel erg blij mee. En dat wordt een deels in Nederland opgenomen en een deels in het buitenland. Ik ben alleen voor het Nederlandse deel. Gaan we 10 dagen draaien. En ik sta echt te springen. Wat ontzettend goed, want dat is de eerste klus die je weer mag doen sinds corona. Ja. Ontzettend belangrijk om ook weer je collega's te zien en aan het werk te kunnen. Ja, heel erg fijn. En dan, want je ziet toch dat andere mensen in de catering ook nog, die zijn allemaal gaan cateren in het wilde weg, zeg maar. Ja. Heb je dat ook nog gedaan? Nee, ik heb daar niet voor gekozen. En dat is ook wel omdat, er wordt vaak heel makkelijk over gedacht. Hè. Dit is wat wij doen, zeg maar. Ja. Die truc vooral. Vooral om dat erin te staan, dat is al heerlijk. En takeaway is een hele andere discipline met bakjes en zakjes andere en dingetjes. Andere spullen kopen, andere manier van communiceren. Ja, is heel anders. En wat wij in het begin gedaan hebben, want de koelkasten zaten dan vol. Ja. En dus wij zijn gewoon voor de buurt zijn we gekookt. Hebben we soepen gemaakt samen met mijn man. En we hadden melk over en fruit. En we hebben appelflapjes gemaakt. En we zijn langs de deuren gegaan en hebben het uitgedeeld. Fantastisch. Weet je, dat is de koelkast was op een gegeven moment weer leeg. En mensen waren weer blij. Ja, en verder ben ik gewoon heel veel met mijn truck bezig geweest. En opgeruimd. Nou ja, en alle ditjes en datjes. Maar we willen weer. De truck is schoon. De truck kan er tegenaan. Precies. En gelukkig mag dat binnenkort. Ja, met de precies. Vriendin van Anne Frank. Dankjewel. Heel bedankt. Zet jouw naam voor namens wie ga je tekenen? Ik ga namens het... we hebben zeg maar met 7 andere cateraars zijn wij op een gegeven moment mee gaan schrijven aan het protocol wat gevormd is. Wat door de werkgroep is samengesteld. En we hebben dat samen hebben dat bedacht met 7 andere cateraars. We hebben onze achterban, onze Facebookgroep, hebben we ook om reacties gevraagd. Dat hebben ze ook gedaan. We hebben het ingestuurd aan de werkgroep en dat is meegenomen. Daar is nu het filmprotocol uit voortgekomen. En het positieve, want het mag ook wel een keer benoemd worden, denk ik, dat we nu met die club van 7 cateraars, hebben we nu een Facebookgroepje, we hebben gezoomd, zoals iedereen dat op dit moment doet. Ja. Hebben we een hele positieve, leuke groep gevormd. En we zijn er nu voor elkaar en we kunnen elkaar bellen en bij ziekte of wat dan ook. En dat is echt heel erg fijn. Dus ik wil graag namens die 7 cateraars, maar ook namens de achterban van onze Facebookgroep, en dat zijn er ongeveer 50, wil ik de handtekening graag neerzetten. 57 mensen. Precies. Voor je weggaat met die heerlijke schaal. Ja, doe maar lekker, pak ik toch een cakeje van je. Dankjewel voor je goede zorg en heel goed succes. Dankjewel. Ik zal meenemen Voor de mannen. Dankjewel, Sandra.